Goedemorgen, welkom bij het Gravert Museum. Aangezien door de corona alle museums dicht zijn, kun jullie gewoon met ons mee een dagje gratis. Klik vooral de reclames door. Spel een dagje mee met Stichting. Stichting Lepelaar. Stichting Lepelaar, ja. Nee, we gaan een bunker uitgraven. We hebben weer eentje gevonden. Kan niet anders dan weer geweldig worden. Ja, dus kijk lekker mee. Ja, we gaan weer lekker graven. Doei. Ja. Van natuur houden en een mooi uitzicht wil hebben. De kogels vind ik toch altijd wel mooi hoor. Als ik daar onder moet staan, dan komt stomaatje horen. Wij gaan weer aan de wandel. We hebben alle drie een lege broek aan, het is van prof. Ja, we staan gewoon matching allemaal. Ja, ja, wat toeval. We vinden altijd wat. Dit is een moet je om de hoek van de bunker toch? Ja, we nemen die mee. We hebben een nieuwe mascotte gevonden. De kale kip. What the fuck? Ja, die is wel leuk. Je raakt het nou weer kwijt, je neemt het ook hier maar naartoe. Ja, voor die hond, joh. Ja. Ja, van die weerhaken. Lekker. Ja, wat zit er aan? Nee. Ja, ik zie een pompen. Nee, het leek wel een soort van meterkast of zo. Een stroomkastje. Ja, we gaan even kijken wat er in deze put zit. Ja. Oh, er zit een meterkast in en zo. Oké. Okay. Ja. Nee, het is gewoon een kamertje met pompen inderdaad en een meterkastje. Ja, een pompenbunker dus. Maar het is net zo groot als dit gewoon eigenlijk. Ja. Hans, jij had één keer zoiets mee hoor. Wat een feest. Hij loopt er gewoon weer weg. Oh, goedemorgen. We gaan weer op pad. Ja. Oh, kijk nou, Hans zit gewoon op het dak. Vader. Ja, hij gaat gewoon mee. Panamakje. Als je niet in de auto kan, dan gaat hij wel op de auto. Dat is wel een mooie. Nee, nu gaan we weer, want Sander komt, onze bunkerexpert. En die gaan we, want gisteren hebben we echt anderhalf uur gezocht. Ik kon hem helemaal niet vinden. Nee. En we hadden een te korte bunkerprikpen en nu hebben we een lange. Dan we hopen dat we hem daar wel mee kunnen vinden. En Xander is echt expert, dus als iemand het kan, dan kan hij het wel. Dag 2! Dag 2! Xander! Goedemorgen! Hey, daar gaan we dan! Wij konden hem niet vinden gisteren. Ja. Oké, jongens. Dommetje, ik heb eventjes mee. Je moet natuurlijk wel het ware gereedschap bij. Ze zeggen dat de lengte niet uitmaakt, maar denk ja, wel hoor. Het is meer wat je lengte langer. Maakt altijd. Kijk eens hoe mooi gemaakt is. Gaat er niet om hoe lang die is, zeggen ze. Maar bij deze bunker wel. Het gaat gewoon omdat je het goed doet. Hè? Oh, kijk dan, weet je wat dit bord betekent? Hier moet je hand in hand lopen. Bij kleine mensen moeten we een hand vasthouden. Ja. Kijk wat hangt er in die boom. Ja. Kijk, die had ook zo'n schoen als ik. Ook een halve grond. Ja, het is echt heel frappant dat dit in één keer zo plat is. Ja. Ja, daar zitten we gisteren ook al te kijken met onze kleine prikstok. Ja. Jezus, echt. We zitten gewoon helemaal verkeerd, joh. Maar maakt niet uit. We hebben de pinpointje mee. We hebben de bunker gevonden. Zeker wel. Hier, lamp hier. Die houden eer aan jezelf, ga eens eerst naar binnen. Ja, deze. Ja. Hij is wel diep in het. Ja. Wow. Spannend. Ja. We hebben hem eindelijk. Dank je. Gratis hoeven we niet te graven. Nee. Hij is wel diep, Xander. Ja, yes. We gaan kijken, man. Ja, we gaan kijken. We zullen even naar binnen een beetje kijken. Kijk. Ik zie de Schelling staan in ST. Hé, wel mooi hoor. Maar de cameratas moet alleen nog hebben. Die cameratas, daar zitten twee lampen in. Een grote en een hoofdlamp, ja toch. Maar we hebben vet uren gezocht aan de verkeerde kant. Op. Ja, kijk hier staat de Duitse tekst, hè. Der Schluss. Kijk, der Schlüssel ist. Daar sta je op mijn knie. Okay. Ja? Kijk, er staat hier een Duitse tekst, hè. Der Schlüssel ist. De sleutel is. De sleutel na. Ja, maar. Ah, ja, spannend. Oh, dit is echt stikken. Hoe?
is die met die Terschelling-tekst? Hè? Terschelling en Texel, ja. Kun je eerst een Duitse tekst? Ga maar op mijn been staan. Ja. Daarom draai ik liever om, want dan hang je zo in je rug, man. En daar ligt mijn zak van. Kom, man. En je mee of kom je maar mee? Ja, dat is best wel diep, hoor. Ja, spannend. Hoppa, bier. Moet je bier? Kom, Xander. Durf je niet. Samen uit, samen uit. Ze durven niet. Nee, het is te eng. En die Terschelling-tekst was vet, ja? Ja, daar moeten we zo voor mooi. Ja, daar staat ook nog tekst, hè? Hier, Duitse. Kijk maar, voetbal. De sleutel is, de sleutel is. In. Nog wat. Het krijt er opgezet. Zo. Misschien wel. De lusse klep komt naar beneden. Echt? Wanneer is ze nou? Ik ben onderuit aan het vissen. Kijk, hij heeft allemaal voeten en zo. Ja, voor jou. Als die is wel een eekhoorn of zo. Maar kijk, ik heb die poten. Wat is dat voor beest? Ik denk een eekhoorn. Kijk, een grote schedel. Ik denk echt eekhoorn. Kijk, die knaagtanden dan. Hoe een haas. Een rat. Ja? Oh, lekker. Kijk, een haas heeft toch niet zulke tanden? Dan heb ik een rat vastgehouden. Dat geeft niet. Maar een rat kan iets anders groot schelen. Zo, kijk dan, die is echt daar geweest hoor. Dit is ook voor ze, dit is ook een karkas hoor. Oh, je kijkt die staart! Oh, dit is een rat geweest. Waar zit er zoveel ratten in? Mooi, heb je een rat gezien met zulke lange benen? Dat kan toch? Lijkt misschien een chupacabra. Maar dit is de manbeerpik. Pak eens een staartje eruit. Ja, pak hem dan. Ja, pak hem. Staartje. Wacht, laat hem niet bewegen. Ik wil maar gewoon blote handen niet aan. Ik heb allemaal gemummificeerde ratten gevonden. Ja, dit is een rat. Zie je, dit is wel wat anders hoor. Kijk, je ziet ook, kijk, die hoofd. Hier zit zijn hoofd en dit is zijn lichaam met zijn pootjes. Ja. Maar dit is een heel ander beest. Wat is dat voor beest? Kijk, die hoofd. Ja, die hoofd. Er zijn beest in, hoor. Ja, hè? Hier liggen zeker dingetjes. We hebben zo'n kippen gehouden, ik weet niet of het een duif is of wat dan ook. Waarom? Nee, zeg maar. Hier, nog meer. Ja, kom dan. Wat is dit voor vogel? Vind je nou met dode beesten in die ding? Helemaal vermummied. Ja. Vermummied. Zo, dit is schoon, man. Kijk, deze is nou allemaal weer dicht. Hier nog een dood beest. Helemaal gemesseld, joh. Ja, hier heb ik ook een vogelschedel. Ik vind alleen maar schedels, man. Waarom zijn er zoveel vogels ingevlogen? Weer allemaal ratten erin. Ja, man. Maar hier liggen ook nog glazen scherven. Ja, die winnenbak zit er ook nog in. Ja, dus eigenlijk moeten we die ervan uitzien. Ja, oh, hier ligt een. Wat is dit, een kat? Ja, echt. Overal mummies, man. Is dat trouwens die fiets van jou mee heen wel? Dat we in Katwijk waren. Nee, dat is Arjan. Oh, Arjan, ook Arjan. Ja, maar wel. Je hebt dezelfde bunker, hè? Ja, wat zit er weer voor beest? Ja, overal vinden wat we beesten. Dat? Ja, vind... ja, een konijn of zo. Het is wel een er zijn echt veel beesten ingevallen, man. Daar ook een valk of zo? Valk? Hier? Ja. Dodo. Nee. Dodo. We hebben echt al veel dode beesten gevonden, man. Ja, dode beesten in de bunker. Hier, een hangertje. Hier, sommige moet hier kijken, dat was schedels. Kijk. Dat is bekend voor. Hier? Ja, misschien bij Xander of ik weet niet wat het is precies. Het lijkt wel een hangertje hierboven. Ja, dat zijn er wel samen. Oh, nog een jaar. Nee. Wat is dat? Nog een, het merel. Ik haal die gewoon uit die put, joh. Ja, maar hoe is dat even verzamelen? Er zijn er echt veel, de mummiegrot. Ja, we hebben er nog een. Ja, we gaan zo. Maar ik wil niet naar mijn handen erin. Ik heb gisteren om die skeletten zo in mijn handen te graven eigenlijk. Ja, je moet graven in je handen. Ja, dat doe ik ook. Maar dat zijn allemaal kippertjes, of niet? Nee. Of duiven, zou duiven zijn. Oh, die is ook hele versteende konijn, zie je? Die hele kop. Oh ja, zo gemummificeerd ding. Ja. Ik denk dat er gewoon. Hey, of zou dat een duifje zijn geweest? Kan alles. Postknakkers. Nee, je weet het niet. Want die moesten ze natuurlijk wel beschermen, die beesten. Ja, alles goed, hè? Hier. Wat heb je? Een document gevonden met nog tekst erop. Oh, kijk, zo. Ik moet er echt van maken. Kijk, daar hebben we een stukje met tekst. Wat staat erop?
Commando X. Deze even tussendoor. Ja, toch uit. Fijn slim. Fijn slim. Ja, daar ook. Oh, je hebt gelijk. Ik heb die snavel. Hey, wacht, ik zal ze eerst voeren. Het is gewoon van een valk of zo. Het leek iets van... D-E-U. Deutsch. Duitsland. Duitsland. Oh. Fijn slim. Feind is vijand. Fijn slim. Ja. Ja. Duitse vijand. Oké. Okay. Heb je toen je voor het eerst opengemaakt of was het wel een bonus? Ja, dat weet ik zeker. Dan heb je dan toch de afgebroken zaagjes, dus dat is gewoon goed. Hé? Dat heb ik al goed in gezeten. Blijft het leuk, hè? Ja, struinen toch? Ja, struinen. Dus heb je zo, hoor. Ja, konijnen. Platten. Ja, vogels. Waarom die allemaal hier liggen, wij komen niet. Helemaal gemummied. Hij mag niet gemummied. Of hoe je dat noemt? Ja, geïnteresseerd. Ja, ah. Ja, dat mag niet. Nee, dat is echt gewoon. Ja. Door die vallen. Dat is echt wat duur. Dat is dat. Weet je dat ik weer daar oud zijn anders genoeg? Ja, die heb er ook zelfs nog gehangen. Oh, dat moet een goede bonus geweest zijn hier. Dit is een mooie bunker, maar niemand... Ik denk, dit is zo'n bunker die iedereen over het hoofd zit. Die ja. Komt nooit iemand. Nou, we hebben gewoon veel van die gasten hebben hier geleefd, duidelijk. Ja, toch? Ja, we moeten de detector. Ja. We hebben hem bij, toch? Ik heb hem bij me, ja. Ja, we gaan gewoon even... Gaan we halen? Ja. Ja. Die kabelkleur is echt wel mooi, hoor. Ja, de tactics alleen nog doen. En dit tapt ik je gewoon even opnieuw. Dat is als je bestaat. Ja, wat is voor elkaar het kabel? Onder. Deze? Geen idee, dat lijkt niet gezien. Nou, ja, maar het zit in telefoon bij. Ik zie wel dat het ontvlocht is. Maar ja, toch? Een rare meuk, joh. Ik heb die nog nooit gezien. Dit is een... Deurbel. Alarmgever. Toch? Alarmgever? Of heb je hier iets ja, gestaan? Of ook zo'n telefoonaansluiting. Ja, hier zal wel zo'n kleintje, weet je wel. Twee van die palletjes. Hij heeft al die kasten hebben er ook nog in gehangen. Ja? Nou, dit zijn die meubels voor die kast. Ja, dit is die kast geweest, Jim. Kijk, ja? Die vier punten. Ja, die hoog. Ja. En dit zijn dan waarschijnlijk van die wapenreffies geweest ofzo. Die voorwaardeskastjes. Ja, dat kan. Ik hoop jou. Nieuw pinpoint. Ja. Oké. Ja. Kunnen we eigenlijk goed zoeken. Ja, we hebben ook nog meer. Niet dat we nog veel gevonden hebben, maar... Nou, dat is wel goed. Ik wil gewoon een keer dat... Als we een muntje vinden, een keer. Ja, ze moeten het helemaal liggen. Hier in die kefkast. Daar de batterijkasten. Daar de bunkertelefoon. En daar de verteler. En daar staat denk ik een overdrukventiel. Weggegooid! Die denk ik! Hier wat heb je dan? Ja, kogels heb je hier. Echt? Ik heb een kogel. Een pinpointer. Echt? Zeker wel. En hier nog stukken document. Ja? Steen. Zo! Wat dan? Een steen? Rif 008. Oh, de zeep! Mol! Ik heb zeep! Ja, de Rif zeep, dat daar gaat altijd de mythe over. Dat van de... Zie je nou, Sarah ziet gewoon alles. Van Jodenzeep. Ik loop hier. Van Jodenzeep. Van Jodenzeep. Ik zit hier nou zo te doen, noem maar op. En Sarah komt hier en ze ziet het. Dat zeiden ze toch? Ja. Dat ze van Joden maakt. Dus ja. Dit was het ook. Ja, alles. Ja. Oh. Laat hem even zien op de camera, dat ik hem zo vast kan. Ja, oh, dit is echt je mondkapot. Vet. Maar dat ze zeiden dat ze van het verbranden van joden toch vet overhielden. Ja. Daar maken ze zeep van ofzo. Ja, en dat ik is heb dit zeep. Ik heb net een stukje zeep gevonden.
Wow. Hoe bijzonder. Ik heb een gevonden. Ja, ja, geef zeep. Dit is zeep. Ja, lekker zeepje even wassen. Nee, die ging ook super tof. Maar echt, hoe gaaf is dit om te vinden? Echt een super vondst. Ja, maar echt. Hey, ik ben echt... Struinde. Ja, zeker wel. Ja, lachen. Dit is een leuke vondst. Ja. Ik heb mooie zeker. Nee, die kunnen we eens opzoeken even. Ja, ik weet zeker. Ja, het verhaal was toch niet waar van Joden 7? Ja, het is niet waar, maar... Het was alleen een legende, of een gezegd, wat zei je? Een mythe. Ja, een mythe. Ja, maar toch, daardoor herken je het wel. Ja. Het is zeker uit de oorlog. Ja. Ja, ik moet je ook boven staan? Ik denk dat het... Er zit één stapje daar. Ja. Staat die? Ja. Ja, Niels. Moet je handje eruit trekken? Oh, lekker. Dat gaat wel, hè? Ja. Lekker. Yes. Hey, kijk wie daar is. Ja. De resten van de Boskabouter. De Boskabouter Sander. Boskabouter Sander. Ze hebben een speciaal soort iets gevonden. Ja, aan het bier, jongen. Oh nee, nog niet, man. Nog niet. Echt wel. Altijd vrouw. Hier, kijk dat ja, dikke stukje. Pak het even. Rif. En Bik. Waar wordt rifzijp van gemaakt? Geen idee, man. Is kalm. Oeh, dat was liefde. Met dan nee, vrouw. Nee, rustig, hoor. Huh? Je weet toch wel? SMS baan aan. Zo, jezus. Ja. Gedaan. We gaan er weer vandoor. Hé, hey, ik ken het goed uit Brabant, kut. Later. Later. Hoppa. Ja. Oh, hand in hand. Hahaha, oh, hand in hand. Lief, hè? Zeg even wat, hoor. Ja, wat moet ik zeggen? Het is afgelopen. Was een mooie dag, hè? We hebben even genoten, lekker geprek gegraven, bunkers gezien. Sander is er klaar mee. Door niet meer. Sander sluit de video af vandaag. Ja, dan moet je het maar afgesloten voor mij. Echt? Nou, Sander, bedankt voor je leuke dag. Ja, mazzel jongens. Nee, we gaan binnenkort met Sander, als hij terugkomt, nog een paar zieke bunkers graven. Ja.